Afvalverwerker Ter Horst uit Varsseveld dreigt de vergunningen kwijt te raken. Dinsdag werd bekend dat de provincies Gelderland en Overijssel de vergunningen van het bedrijf willen intrekken, omdat uit een onderzoek naar voren is gekomen dat er een groot risico bestaat dat het bedrijf criminele activiteiten uitvoert. Zowel Ter Horst, de gemeente Oude IJsselstreek als de provincie hullen zich in nevelen over wat de precieze verdenking is, maar in het dorp wordt veel gesproken over het onderwerp. Ik vind het wel een heel ding dat inderdaad criminaliteit zou zijn. Dat zou natuurlijk wel niet goed zijn in ieder geval. Het is alleen jammer als die weg zou moeten dat er dan zoveel werkgelegenheid wegvalt. En die criminaliteit moet onderzocht worden, dat is mijn punt. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het me niet echt verbaast, want ik, zover ik weet, en ik ken ook een hoop mensen uit Varsseveld, zijn ze altijd, het is altijd een beetje in de schimmigheid en een beetje twijfelachtig. En wat er vorig jaar zijn, komen ze dan weer iets op het spoor en dan ontstaat er weer een of andere rare brand of noem maar op. Als trouwens zich aan de regels gaat houden, dan is er wel toekomst natuurlijk. Maar dat is wel een voorwaarde en dat blijken ze toch moeilijk te kunnen in ieder geval. In 2018 werd Ter Horst naar aanleiding van een grote afvalbrand gecontroleerd door het Openbaar Ministerie. 2 jaar later werd duidelijk dat er tijdens de brand te veel afval bleek te liggen en er was 2 keer zowel asbest als toegestaan. Ook lagen er accu's op plekken waar het niet mocht. De inwoners van Varsseveld herkennen zich in de problemen. Het enige wat je merkt als je daar wat komt brengen, dan wordt het maar een beetje zo van alsjeblieft en gooi dat maar neer. Maar uitzoeken doen ze het niet. Ik weet dat een concurrent dat keurig uitzoekt als je wat brengt aan staal en zo. Dus dat ook apart gewogen wordt. En dat doet Ross niet. En hij zegt van nou, als je het hier niet brengen wil, dan ga je maar. De gemeente Oude IJsselstreek, waar de afvalverwerker gevestigd is, kan vanwege het lopende onderzoek nog niet reageren op de situatie. Ook de provincie Gelderland wil geen reactie geven. Ter Horst geeft aan dat ze in hoger beroep willen gaan, desnoods tot aan de Raad van State. Maar goed, als die criminaliteit er maar uit is, dan kan Ter Horst gewoon verder gaan. Bedoel, er zijn zoveel mensen die daarvoor werken en die weten daar misschien niks van. Ik hoop dat die mensen gewoon de best doen en eerlijk zijn, dat het allemaal weer in orde komt. Want ik gun iedereen het allerbeste.